Dus toen dacht ik, oké, 100 opleidingen, waar moet ik beginnen? Help. Hey allemaal, in deze video ga ik jullie vertellen hoe ik tot mijn studiekeuze ben gekomen om de opleiding Communication en Multimedia Design te studeren. En ik kan jullie alvast vertellen dat mijn keuze niet echt via een normale weg is gegaan, dus blijf kijken. Toen ik in mijn examenjaar zat bij de HAVO, toen wist ik heel zeker dat ik HRM wilde gaan studeren, Human Resource Management, in Zwolle. En toen was ik gezakt voor mijn examen, toen moest ik het jaar overdoen. Toen kwam ik erachter dat ik helemaal geen HRM wilde studeren en ik wilde helemaal niet naar Zwolle toe. Bij mij deed iedereen op school dat en toen dacht ik nee, ik wil helemaal niet met die stroom mee, ik wil gewoon iets anders. Iedereen gaat naar Zwolle of naar Utrecht en ik ga die kant op, ik wil naar Amsterdam. Toen ben ik net zo lang op de site van de HVA gaan kijken tussen de opleidingen op www.hva.nl/opleidingen naar een opleiding die mij aansprak. En toen stond er één opleiding tussen waarvan ik eigenlijk niet eens wist wat het was, maar het klonk gewoon leuk. En dat was Communication en Multimedia Design. Het woord media sprak mij aan, het woord design sprak mij aan en communicatie heb ik ook altijd al leuk gevonden. Toen dacht ik, dit klinkt interessant. Toen ben ik erop gaan klikken, waar natuurlijk heel veel informatie op de HVA-website over staat. Toen heb ik me meteen opgegeven voor een meeloopdag. Ik ben naar de open dag geweest met mijn ouders. Heb ik een mini hoorcollege gevolgd. Ik ben de studiekeuzecheck gaan doen, want die is verplicht. Daaruit kwam een positief advies. Je moest thuis teksten lezen waarvoor je een toetsje moest maken op de studiekeuzecheck. Daar had ik een 7 voor, dus ik kreeg een positief advies. En toen dacht ik, dit is het, dit wil ik hebben. Dus in plaats van dat ik een opleiding zocht en daarbij een stad zocht die de opleiding aanbiedt, ben ik dus naar een stad gaan zoeken. En in die stad ben ik net zo lang gaan zoeken totdat ik een opleiding vond. Het is een beetje gek. Maar dat is hoe ik het gedaan heb. Het is op eigen risico of je dit advies wil opvolgen, ja of nee. Voor mij heeft het geholpen. Misschien, wie weet, voor jou ook wel. Dit was mijn video over mijn studiekeuze. Wil je nou nog een studiekeuzevideo zien? Dan heb ik hier een studiekeuzevideo van Penelope. En wil je nog een studiekeuzevideo zien? Dan heb ik hier een studiekeuzevideo van Joey. En voor nu zeg ik zoals altijd, ciao!